We staan hier voor de industriële grote club, waar regelmatig captains of industry uit Nederland bij elkaar komen. Vandaag zijn we bij de China-tafel. Er komt dan een Nederlandse ondernemer, Marc van der Gijs, die in China zeer succesvol is. Maar ik had natuurlijk van het echt geen goed ruis in China. En ik was mijn idee om, nou, gewoon op internet zo'n ruis maar dan zonder zelf programma's te maken door mensen, zeg maar, hun eigen programma's, podcasts te laten maken. Dat was eigenlijk het allereerste idee voor het grote bureau. Alleen ik merkte al heel snel toen we begonnen dat het... Naast mij staat de heer Marc van der Gijs, oprichter van de bekende Tudo-site. De eerste online video-site. Dus in China geboren, zeg maar. Nog een paar maanden voor YouTube zelfs. Hoe ziet u de ontwikkeling van Tudo? Nou, Tudo is een beetje in een transformatiefase naar een soort van online televisiestation aan het maken. Ik denk dat de toekomst voor Tudo deels op mobiel ligt en deels als een soort van online echt tv-station waar mensen echt naartoe gaan om televisieprogramma's te kijken en films te bekijken. Dus heel anders dan wat je ziet bij een YouTube. Wat vindt u het van het ondernemersklimaat in Nederland ten opzichte van China bijvoorbeeld? Nou, ik zou in Nederland nooit een bedrijf beginnen. Er zijn te veel regels, het maakt het te moeilijk om te ondernemen. Het feit dat je werknemers niet snel kan ontslaan als het slecht gaat of als de mensen niet goed zijn, zou voor mij een te groot risico zijn. Ik vind een leuk land om te zijn en ik voel me hier ook echt thuis. Maar als ondernemer zou ik in China ondernemen, niet in Nederland. Kan je een voorbeeld geven van een grappig iets wat u meegemaakt hebt met Chinezen? Ja, ik heb heel veel dingen natuurlijk meegemaakt. Met name de eerste jaren zijn dingen die me bijgebleven zijn. Omdat ik ben zo gewend aan heel veel dingen. Een van de dingen is altijd het vele drinken altijd tijdens onderhandelingen. Om te testen wie het meest kan drinken. En ik ben zelf redelijk standvastig wat drinken betreft. Althans wat bier betreft. Met Baijiu, met de Chinese likeur wat minder. Maar ja, dan kom je de gekste dingen kom je tegen. Dat mensen echt, zich echt letterlijk helemaal kapot drinken. En onder tafel blijven liggen. En dat dan als positief gezien wordt. Dat was mijn begin heel moeilijk te begrijpen. Dat iemand helemaal zat was en dat het eigenlijk iets goeds is. Morgen bent u ook bij het Mediapark Jaarcongres in Nederland. Wat gaat u daar vertellen aan de Nederlandse mediaondernemers? Nou, dat weet ik nog niet, dat is grappige, want ik word daar geïnterviewd namelijk. Dat heet de Dutch All-Stars, geloof ik, maar ik weet niet waar het precies over gaat, dus ik weet het eigenlijk niet. Het hele mobiele verhaal, dat vond ik ontzettend belangrijk. Je neemt een mobiel overal mee naartoe, het liefst nogal als je ga je via mobiele telefoon kijken via internet. Marc, je bent net geïnterviewd bij het Mediapark Jaarcongres. Een van de vragen was waar ik beantwoordde, zei van je denkt dat in China zelfs nog meer kansen zijn dan in Europa. Wat voor meer kansen? Ja, kijk, China is natuurlijk een ontzettend groot land. Dus er zijn heel veel mogelijkheden die in Nederland minder snel zou kunnen doen. Het is een land met één taal. In Europa heb je meerdere talen. Dus je moet in Europa, als je innovatie hebt, moet je het vaak in meerdere talen aanbieden. De Chinese markt is zo groot en zo groeiend op het moment nog steeds, dat het gewoon wat mij betreft het land is om momenteel nieuwe bedrijven op te zetten, innovatieve bedrijven op te zetten en kansen te grijpen. China is ook een heel innovatief land, juist dat ze gedwongen worden nieuwe dingen te ontdekken omdat er weinig geld is. Als je bijvoorbeeld op internet kijkt naar spelletjes. Grote games. In Europa moet je daar bijvoorbeeld betalen. Je betaalt per maand een bepaald bedrag om bijvoorbeeld een bepaald groot spel te spelen. In China werkt dat niet. Want Chinezen willen niet betalen voor dingen. Je kunt die dingen namelijk, die spelletjes ook pirated kopen. Dus een nepversie. Dus dan moet je innovatiever worden. En daardoor hebben zij een paar jaar geleden al bedacht dat je in-game zelf artikelen kan gaan verkopen. Om sneller een bepaald level te bereiken. Om jezelf mooier aan te kleden als persoon in de game. Dat zijn dingen die zijn innovaties die ontstaan doordat de markt meer met pirated content werkt. Vandaag in het mediaprogress is een van de leidende thema's. Dus van wat gebeurt er met de traditionele media als tv, radio? Gaat dat weg of gaat het naast bestaan naast het internet? Wat zie jij dan als China voorop loopt? Wat zie jij in China gebeuren?
Ik zie een convergentie. Ik denk dat in China de omroepen blijven bestaan, de televisiestations zoals ze nu zijn. Maar die zullen steeds meer hun content ook op internet gaan aanbieden. Dus ook op sites als Tudo, daar komen kanalen van de omroepen waar ze een programma's aan kunnen bieden. En waar ze een revenue share krijgen met door middel van advertising of dat mensen op een andere manier voor betalen in de toekomst. De omroepen blijven bestaan, maar er komen nieuwe kanalen bij hoe ze hun programma's laten zien. Dus deels op internet, deels op mobiele telefoons. Dus mensen gaan minder, zoals nu het geval is, op één bepaalde tijd kijken naar het programma. Maar ze gaan op andere tijden kijken. Dus het wordt nu uitgezonden, maar ze gaan pas morgen kijken. Als ze naar hun werk rijden, bijvoorbeeld in de metro, gaan ze met mobiele telefoon gaan ze het programma bekijken. Dat zie je in de toekomst. Dus een convergentie van internet en traditionele omroepen. Ik ben Gaoxing Jinten Tsai Hilversum, Kani Dao Char. Ik ben van Jongo, ik ben van Gelan. 谢谢你。